Welkom bij de Technoloog nummer 384. Hallo Herbert. Hey Ben. We gaan het hebben over drones. Leuk weer. Ja, dat is zo geweldig. Het grappige is, we hebben het één keer over drones. Ja. Drone racing gehad. Ja. En nu gaan we het over drones hebben en niet racing, maar nee, snelheid wel... ook weer racen. Ja. En die aflevering, de eerste, vergeet ik nooit. Nee, ik moet even vertellen. Vergeet ik nooit meer. Want op een gegeven moment kwam die drone recht op me af. En vlak voor me was bijna of ik geraakt zou worden. En toen hield hij weer stil. Dus dat zit voor eeuwig nu in mijn hoofd. Die vloog over de redactie, hè? Ja, precies. Ja, Oké, maar eerst Hoosred. De mogelijkheden die digitalisering met zich meebrengt zijn exponentieel gegroeid. Maar ook de uitdagingen zijn toegenomen. Voor je het weet, verlies je de controle over je bedrijfsinformatie... met verhoogde risico's op het gebied van cybersecurity en compliance. Onexilium helpt MKB-bedrijven bij het implementeren van een ISO 27001 gedreven beleid om het volwassenheidsniveau te verhogen. Wij spreken ook wel van security maturity. Ben je benieuwd naar jouw kennis rond cybersecurity? Test het nu op onexilium.nl. Onexilium.nl, de partner voor het veilig inrichten van digitale processen. Ja, en dus ook de partner van deze technologen. We zijn heel blij met ze dat ze mede deze technoloog mogelijk maken. En daarom hebben we ook Ralph Hogenbirk te gast. Hallo Ralph. Dankjewel. Jij bent de van Dutch Drone Gods. Dus jij bent de drone god van Nederland. Ja, zoiets, ja. Ben je altijd zo bescheiden? Ja, de naam is heftig, maar je onthoudt het wel. Dus dat is wel waar. Ja, heb je wel eens dat mensen... Ja, kom op, gast, doe even lekker normaal. Ja, soms wel. In ieder geval initieel wel. Maar ten eerste ze onthouden het. En dan als ze inderdaad dan wel met ons op set hebben gestaan... en daarna denken ze van, oh, wow. Dat zijn goden. Ja. Weet je wel. Nou ja, we willen er ook achterkomen wat dan een drone god maakt. Ja, precies. Goed. Nou, ik weet wel een voorbeeld. Nou ja, dat ging je waarschijnlijk net zelf ook noemen. Oh, dus met Max Verstappen? Ja. Super spectaculair. Ja, ongeveer een maand geleden toen hij op Silverstone die testrace, alleen maar regen. Ja. Dus hij kon zijn auto helemaal niet testen enzovoorts. Nou, prima. En toen kwam naar buiten persbericht met 350 km per uur. Dat apparaat heb je daar staan. Je kan hem even voor de kamer omhoog houden. Hé, we krijgen YouTube views. Hartstikke goed. Dus ja, hoe moet Herbert, omschrijf jij die drone eens? Het is een raket. Het is een fucking raket. En het grappige is, ik had thuis eigenlijk zo'n beetje bedacht hoe die eruit moest zien. Ja. Want ik heb zelf ook een drone. Nou, je ziet ze trouwens vaak genoeg, dus je hoeft ze niet eens te hebben. Je weet, een drone dat is meestal zo'n kruis. Of soms zijn het een ster van 6 of 8 van die rotors. Ja. Ja, die heb je nu ook bij. Ja, heel goed. Dat kruis. En als hij stil in de lucht hangt, dan hangt dat kruis horizontaal. Dan ging ik denken, als hij dan beweegt, dan gaat hij een beetje schuin, want dan verplaatst hij zich. Ja, zo. Ja. En hoe gaat zo'n ding dan in vredesnaam 350 km per uur? Dan moet hij heel erg schuin. Dan moet eigenlijk dat kruis, dat gaat gewoon verticaal. Ja. En dan heb je een soort raket nodig, want het moet natuurlijk ook gestroomlijnd zijn. Ja. En het grappige is, het is dus precies hoe die eruit blijkt te zien. Ja, oké. Ik vind het wel mooi dat je een fucking racket noemt. Dus dat je het een fucking rocket noemt, want ik denk dan aan de BFR van Elon Musk. Big fucking rocket. Dit is een small fucking rocket. Ja. De SFR, ja. De SFR is het. SFR. Heb je hem ook zo genoemd? Nee, dat niet. Oké, maar nu eerst gewoon zelf ontwikkeld. Vertel even hoe die zo geworden is zoals hij nu is. Ja, dus iets meer dan een jaar geleden. Ik ben benieuwd naar de volgorde. Ja. Kreeg je de opdracht om mee te vliegen met Max Verstappen? Of had je een drone die toevallig 350 km per uur kon en... kwam je toen op het idee om Max Verstappen achterna te gaan? Nee, die hadden we nog niet. Eigenlijk meer dan een jaar terug kwam Red Bull naar ons toe. En de Red Bull Media House eigenlijk. En die proberen al jaren Formule 1-auto's goed vast te leggen. En ook met race drones. En dat lukt ze niet. Dat is 3 bochten. En dan op het rechte stuk, dan trekt hij naar 300. En dan niks wat het bij kan houden. Dus dan is die auto weer weg. Dus eigenlijk zaten ze er al heel lang mee. En we hebben al vaker wat dingen voor Red Bull gedaan. Ze kenden ons een beetje. En toen kwamen ze naar ons toe van... ja, weten jullie iets... kunnen we een drone gaan bouwen die dat kan? Hij zei, geen idee eigenlijk. We hadden nog niks liggen wat dat kon. Er waren ooit wel wat mensen geweest... die al een soort van raketvormige drones hadden gebouwd. Maar dan puur op topsnelheid. Dus 350, 370 haalde die. Maar dat is 1 keer en dan is hij leeg. Zeg maar. Langzaam vliegen kan hij nou. Heel kort doet hij dat maar. Heel kort, zit geen opnamecamera op. En echt zo super licht mogelijk. Zo van 1 keer heel hard en dan... ploft hij bijna uit elkaar, zeg maar. Want hoe snel gingen jouw dus drones normaal? Of gaan ze normaal? Ja, de normale race drones die we gebruiken, die toppen wel richting 70, 80, richting de 200. Oh, 200 zelfs. Maar ja, okay. 150 tot 200, afhankelijk van het model. Maar boven de 200 dan raak je een soort van muur van luchtweerstand inderdaad, wat heel moeilijk te overkomen is als je niet nadenkt over aerodynamica. Ja. Dus er waren al mensen die wel over hadden nagedacht, maar nog niet. Laten we daar iets mee filmen, want het is moeilijk om te besturen. Het gaat wel snel, maar het houdt niet lang vol. Dus dat was de Red Bull uitdaging naar ons. Van ja, we willen een Formule 1 auto bijhouden. Probeer het en gaan kijken waar we zit te kijken naar waar je normaal rotors zou verwachten, maar daar zie ik geen rotors. Nee, ik heb ze nu snel uit de koffer gepakt. Er zaten nog geen. Dus normaal heeft hij wel gewoon. Ja, uiteraard zit hier hieronder. Ja. Oké. Hey, maar oké, dus ze kwamen. Joh, kunnen jullie die raceauto van Max Verstappen bijhouden? Dus dat was de opdracht. Ja. Hoe ging je toen te werk? Ja, eigenlijk inderdaad inspiratie opdoen. Wat hebben mensen al gedaan? Wat voor soort vorm? Dus er zijn al een aantal, zo'n soort van klasse drones die al een soort van deze raketvorm hebben gemaakt eigenlijk. Maar nog nooit iemand die het zo had toegepast met een camera erin. Dus wij zijn eigenlijk gewoon gaan bouwen van oké, gaan we dat ongeveer die vorm maken, maar dan grotere batterijen. We gaan meer nadenken over hoe gaan we dat ook efficiënt maken. Dat je een volledige ronde kan uitvliegen. Want je moet een bepaalde range toch hebben, hè? Precies, dat is 6, 7, 8 kilometer afstand. Iets van 7 volgens mij. 7 drie keer over de 300 op zo'n hele ronde. En dat moet hij wel volhouden. Dus daar gaan we over gaan nadenken. Mag ik heel even een teleurstelling vooraf? En daarna gaan we gewoon weer door. Teleurstelling dat van achter is. Ik wil die shots van voren hebben. Of er overheen vliegen en weer terug. Kunnen we deze even... Kan natuurlijk wel, als je gewoon de camera in de staart. Maar waarom niet? Het kan wel. Je kunt de camera in de staart doen. Het probleem is dat ik als piloot... Dus wij vliegen dit met zo'n videobril. Hè? Voor de mensen even... Die gast bij jullie een paar jaar terug, Walter Kort. Die dat uitlegt, die zat hier met een bril te vliegen. En je vliegt vooruit. En via de bril kijk je ook vooruit. En op basis van wat je vooruit ziet, kan je vliegen, zien waar je heen vliegt en nergens tegenaan vliegt. Ja, dus je zit gewoon in een stoel. Je zit in een stoel. En je hebt een bril op en je ziet waar die vliegt. Precies. Maar je kunt niet tegelijk vooruit kijken waar je heen gaat en achteruit waar die auto is. Nee. Momenteel in ieder geval nog niet. Dus je moet je constant aanpassen op de snelheid van die auto. Splitscreen, hè? Ja, splitscreen. Daar heb ik al een keer wat mee geprobeerd. Maar kan je niet als je beter... Ja, ik ga even... Want kan je niet beter dan de baan van Silverstone een beetje uit je hoofd leren? En dat je weet waar die zit, zodat je weet hoe je met 350 km per uur achteruit moet vliegen, zodat Max op je afkomt. Ja, misschien wordt dat wel onze volgende uitdaging dan. Maar dat is moeilijker gedaan dan het gezegd. Het kan dus niet, omdat je alleen maar naar voren kijkt. We hebben al wel een keer zoiets gedaan met motocrossers. Daar hadden we, in plaats van een bril op, had ik een scherm. En daarop nog een klein schermpje in de hoek als een soort van achteruitkijkcamera. Dus dan kon heen en weer kijken tussen vooruit en achteruit. Ja. Alleen het vliegen van die drone is zo intensief al, dat zodra ik naar die achteruitkijkcamera kijk en weer terug naar mijn vooruit, dan ben ik alweer te laat. De flow kwijt en de positie kwijt. Ik heb zoveel vragen. Wat maakt het zo intensief? Vertel. Die snelheid is natuurlijk wel iets wat intensief maakt. Waarom? Je kan ook gewoon zitten en het is als een... Je hebt een controller en je... Ja. Nou, ten eerste voelt het, omdat je die bril op hebt, alsof je zelf in de drone zit. Het is een soort van... het voelt alsof je in de bioscoop zit met een heel groot scherm voor je en de rest om je heen is zwart. Dus geen afleiding. In het begin misschien wel een beetje. Maar het is geen 3D-effect. Dus het is niet dat je... Nee. Zodat van links iets anders ziet als rechts. Het is gewoon 2D. Dus dat effect valt wel mee. Die versnelling die Max heeft. Dus die G-krachten met versnellen en vertragen. Voel je dat ook? Ja. Niet fysiek natuurlijk. Nee. Maar ervaar je dat? Omdat je ervaart het wel een beetje, ja. Op die manier. Want je ziet die auto vooruit gaan. En dan denk ik, ik moet gas bij. Dus ik geef gas bij. En dan versnelt hij ook weer bij. En zo, ik probeer de hele tijd te matchen op die auto. En te reageren op wat de auto doet. Maar je moet tegelijkertijd sturen. En dat hoeft dus niet. Hè? De baan van het circuit is volkomen bekend. Het is niet alsof je niet weet of Max rechts of links gaat. Klopt. Dus je kunt die baan zou je in kunnen programmeren. Dan hoef je alleen nog maar de snelheid bij te houden. Ja, zover is de techniek helaas nog niet. Okay. Echt, hoe deze drones werken is echt net als wat Walter Kort hier een paar jaar terug deed. 100% handmatig bestuurd. Hij reageert niet zelf op windvlagen of kleine haperingen of... Kleine aanpassingen. Wind heb je ook nog natuurlijk. Dus je bent constant eigenlijk hele kleine aanpassingen aan het doen. Alsof je een soort van videogame op zijn allermoeilijkste aan het spelen bent, zeg maar. Dus dat is lastig in te programmeren. En ja, het kost gewoon heel veel oefening. Er was een, ik weet niet wat er allemaal aan videomateriaal is, maar ik heb een soort trailer gezien. Hè? En hoeveel zat er nou in? Een paar seconden beeldmateriaal eigenlijk. Hoeveel heb je daarvoor moeten opnemen aan ruw materiaal? Ja, nou ja, we zijn echt een jaar bezig geweest om dit project voor elkaar te krijgen. Dus het is echt, je moet op alle... Ja, maar straks gaan we nog uitgebreid, want we gingen op hoe het is opgebouwd. Hè? Ja. Dus daar komen we echt op terug. Maar nog even dit, want we zijn nu hiermee bezig. Ja. Je hebt dus ook allemaal testraces gedaan. Ja, dus 1 keer inderdaad zijn we in Spanje geweest. En we zijn 1 keer van tevoren op Silverstone geweest. Dat was 2 keer. 1 keer met de RB7 en 1 keer met de RB8. Dat zijn iemand anders auto's. Ja, weet ik. Ja, 1 keer David Coulthard en 1 keer Patrick Friesacher. Dat zijn 2 andere coureurs. En die hadden we toen voor een aantal runs op die dag beschikbaar om eens te kijken of het eerste prototype werkte. En de tweede keer om te oefenen met de drone en de framing en dat soort dingen. Dus Red Bull heeft echt gewoon grof geld tegenaan gesmeten om dit apparaat te krijgen en om deze shots te krijgen. Ja, want de enige manier om het te oefenen is ook met een echte Formule 1-auto. En dat is natuurlijk heel moeilijk om te organiseren en te regelen. Omdat je die snelheid, die versnellingen ook precies, moet je allemaal en ik moet leren hoe reageer ik met mijn besturing op. En we hebben nog een tiltsysteem in de camera. Nee, dat komt zo. Dat moest ik ook mee oefenen, zeg maar. Dus jouw trainingen... Ja. Ben jij dan beter dan een collega? Want je hebt meer collega's die dat doen. Waarom jij? Ben je nu de enige in de wereld die dit kan? Wat heb je specifiek geoefend? Trainingsprogramma's? Ja. Dit is aan alle kanten op. Zo fascinerend. Ja. Nou ja, het project kwam bij ons bedrijf binnen. En het was wel logisch dat ik dat zou oppakken. Want ik had al eerder wat dingen voor Red Bull gedaan. En ik ben een groot Formule 1 fan. En mijn andere collega's iets minder. Dus zij zeiden... Ik dacht, ik wil dit oppakken, ik wil dit gaan doen. Dus zo is dit gekomen. En, en momenteel ben ik inderdaad de enige die dit kan geoefend heeft. Die 350 kilometer per uur met een drone, maar de beelden nog een beetje fatsoenlijk. Niet van voren. Dus we zijn niet van voren helaas. Maar ja. En even, dus Red Bull betalen ze dan gewoon, zeggen ze van oké, we betalen je, ik noem maar wat, 4 ton. En daar moet je het allemaal voor doen. Of het schrijf je uurtje, factuurtje op. Hoe ziet zo'n model eruit? Nou, we hebben gewoon gezegd, voor dit budget willen we de eerste poging doen. En daar kunnen we voor ontwikkelen. Kan ik mijn twee engineers inhuren en de materialen kopen en wat testsessies doen. En toen de eerste prototype dat dan werkte en we konden laten zien, hey, dit heeft potentie om dit shot te kunnen maken. Toen nog weer om een extra budget gevraagd voor, de ontwikkeling. En toen zijn zij dingen gaan regelen vanuit hun kant. Dus het was echt samenwerking met hen. En heeft het je uiteindelijk geld gekost? Omdat je veel meer uren in hebt gestopt en iedereen mee bezig? Of je hebt gewoon marge overgehouden? Nee, nou Red Bull die laat ons dit niet doen zonder dat we daar in ieder geval iets aan overhouden. Dus ze zijn niet degene die denken we laten dit allemaal gratis ontwikkelen omdat het vet is. Dus het is wel gewoon een goede samenwerking met Red Bull geweest, zeker. Ja. Ja, en het trainingsprogramma, dus je hebt niet speciaal getraind. Want je hebt het beste drone-shot ooit gemaakt. Dat is, en die film had ik al een keer bekeken. Leuk dat jij dat was. Met zo mooi, moet iedereen kijken, met een mountainbike naar beneden. Oh, ja. Oh, downhill. De downhill. Ja. Dus heb je hier speciaal nog op geoefend? Of was het alleen maar die trainingssessies in Spanje met die 17 en RB17? Dat is wel moeilijk om te oefenen. Want we hebben in het veld, in een groot grasveld natuurlijk, op een weiland dat gaat ook omhoog en omlaag. Gaat omhoog en omlaag. Dus best wel wat ruimte eromheen waar we veilig konden testen met deze drones. Tussen muurtjes door? Nou, dat niet. Maar eerst maar gewoon op een open veld geprobeerd. En dan gewoon geoefend. Oké, hoe reageert deze drone in de lucht? Op welke snelheid? En hoe maak ik een korte bocht en een lange bocht? Maar op een gegeven moment houdt het een keer op het veld. En moet je echt met een auto... En hoe wist je dat die 350 kilometer per uur ging? Nou, we hebben een GPS erin zitten. Dus ik kan in mijn beeld eigenlijk ook zien hoe snel we gaan. Dus we konden dat een beetje meten. En daardoor ook soort van, oké, probeer een ander propellertje of een andere motor of een andere instelling. Kijken of we sneller kunnen. Ja, ik wil straks alle over de propellers weten enzovoorts. Kunnen we door naar de opbouw? Of heb jij... Nee. Ja, opbouw. Dus, je kreeg die opdracht. Ja. Toen moest je gaan testen. Je bouwde hem op. Ja. Welke elementen heb je getest? Welke batterij? Welke propeller? Ja. Wat was specifiek hieraan? Enzovoorts. Ja, eerst is inderdaad die algemene raketvorm geprobeerd te bouwen. Op een manier van, oké, iets groter dan andere mensen al hebben gedaan. Een iets andere vorm, zodat er nog een camera bovenin zou kunnen passen. Wat voor camera zit er in? Hier zit een GoPro in. Gewoon GoPro. De Hero 4. Helemaal uit elkaar gesloopt. De Hero 12 zit erin. Wow. De nieuwste. Maar helemaal uit elkaar gehaald. Dus je hebt alleen maar het stukje PCB wat erin zit. Wat onboard is, zeg maar. Die zit er ergens verticaal in verwerkt. Met een speciaal kabeltje naar de sensor die voorin zit. Die luciferdoos kon je niet gebruiken. Die nee. Zat. Nee, precies. Nee. Dat past allemaal niet in. Alles is soort van aangepast om kleiner en kleiner daar zo licht mogelijk te zijn. Dus de camera en wat nog meer allemaal? Ja, dus de batterij. Eigenlijk startpunt was de batterijen. Zo van, we moeten een stuk grotere batterijen meenemen om die hele lab vol te houden. Dus natuurlijk, key is natuurlijk aerodynamics, maar je moet sowieso een grote batterij hebben. En eigenlijk op basis van die batterijen die we qua inschatting hadden gemaakt en berekeningen van dit zou ongeveer nodig moeten zijn, gekeken hoeveel ruimte neemt het in. En daar hebben we eigenlijk alles omheen ontworpen. Dus strak om die batterijen zitten alle elektronica. Daar weer omheen zit de shell. Er vlak onder zit dan het carbon. Gaat me veel te snel. Eerst die batterij. Waar hou je die vandaan? Hoe groot is die dan? We hebben de redelijk standaard batterijen eerst gepakt uit de drone race industrie eigenlijk. Dus wat je ook gebruikt voor competitieracen. Maar dan in een iets groter formaat. En twee bij elkaar gedaan in een bepaalde samenstelling. Dat je iets hoger voltage hebt. En dat zit allemaal weer in verhouding met welke motoren maak je, met welke specs en welke propellers. Moest je specifieke software schrijven hoe die in één keer leeg gaat, die batterij? Of? Nee, eigenlijk draait dit op dezelfde software als al onze andere race drones eigenlijk. Want die open source software is best wel goed, dus die hield het eigenlijk gewoon bij. Ja. Oké, batterij dus het belangrijkste. Gewoon uit race drones gehaald, twee bij elkaar geplakt. Ja. Precies, en toen eigenlijk de algemene vorm gemaakt, zo van... We willen zo min mogelijk luchtweerstand hebben. Eigenlijk als je vooruit vliegt. En deze raketvorm, inderdaad, als je hem soort van draait, 90 graden, dat is hoe je op zijn snelst gaat. En je wil vanaf het vooraanzicht van het raket eigenlijk zo min mogelijk luchtoppervlakte hebben. Of zo min mogelijk oppervlakte wat de lucht blokkeert. Dus eigenlijk vanuit die vorm, dus alles eigenlijk boven elkaar ontworpen. En toen dacht ik, oké, wat voor soort motoren hebben we hier nodig? We willen snel, maar het moet ook efficiënt. Hoe ga je dat doen? Nou ja, je moet niet te grote motoren hebben. Dat vreet te veel energie. Maar het moet groot genoeg zijn om die propellers toch op de topsnelheid te halen die je wil. Maar als je hem te snel maakt, dan vreet hij weer te veel batterij. En dan is hij weer te snel leeg. Dus je wil die 350 halen wat de Formule 1 had gehaald. Maar ook niet meer dan dat. Dus daarna was het eigenlijk het testen. Meerdere motoren geprobeerd. Iets groter, iets kleiner. Andere propellers die we op maat sneden naar precies... zeg maar 3 mm korter of langer om te kijken. Nu is hij net iets efficiënter of nu is hij net iets sneller of net iets langzamer. Wauw. En dat heeft wel wat testtijd gekost, Ja, want ik heb ook over die propellers zitten nadenken. Ik kan me voorstellen dat commercieel verkrijgbare propellers met hun spoed, de manier waarop die de bladen gekanteld zijn, dat die niet op 350 km per uur berekend zijn. Nee, niet zomaar. Dus wat we eigenlijk hebben gedaan is een langere propeller gepakt met best wel veel spoed. Wat ze bij die normale propellers doen is het einde van die propeller wordt steeds dunner en steeds minder spoed. Ja, precies. Omdat hij daar een hogere baansnelheid heeft. Hogere baansnelheid. Ja. Maar goed, als je zoveel mogelijk topsnelheid wil je eigenlijk het einde van die propeller best wel breder en wat spoed hebben. Want het topje van de propeller gaat het snelste. Dus anders dan bij een windmolen eigenlijk. Dat is iets anders dan bij een windmolen. Ja, misschien iets minder efficiënt, maar je haalt wel veel meer snelheid uit in dit scenario. Ja. Dus een langere propeller gepakt, die afgesneden tot een stukje korter. En dan kom je dus meer bij het midden van die propeller uit, met meer spoed. En dan was het berekening, je wilde de snelheid van die propeller zo hebben dat de punt niet naar supersonische snelheden gaat, of subsonisch heet dat, 0,8, 7,8. Die kans loop je nog ook. Precies, alles daarboven. Als je propeller tipsnelheid daarboven komt, dan wordt het heel inefficiënt. Ja. Omdat je dan bepaalde effecten krijgt met trilling. Precies. Meer dan max. Eigenlijk daar net onder blijven, maar toch de propeller groot genoeg hebben dat hij dit nog kan dragen. En bereken je dat van tevoren allemaal uit? Of was dat trial and error, het veilen? Tot een bepaald punt kan je dat berekenen. Maar op een bepaald moment moet je ook gewoon gaan testen en kijken wat werkt er echt. Want het is toch allemaal anders dan je zou berekenen. Ja, er hebben zoveel elementen, effecten op en hoe de drone is gebouwd. Maar als ik het goed begrijp, heb je dus je hebt 1 motor en 1 propeller. Nee, 4. Toch 4? Ja. Oké, toch op elk... Oké, want ik had... Omdat je op grond van wat je daarnet liet zien, dacht ik dat het er 1 zou zijn die gewoon aan de staart vastzit. Maar nee. Dus wel degelijk aan elk uiteinde van dat kruis zit een propeller. Klopt. Oké. Dus eigenlijk is het in de basis gewoon een normale drone. Zodra die opstijgt, Ja. Maar zodra je wat sneller gaat en je kanten hem voorwaarts tot een soort van 85 graden, zeg maar bijna 90 graden, dan worden de propellers meer gebruikt voor de stuwing naar achter en draagt hij eigenlijk door zijn vorm op de lucht als een vlieger. Bijna als een vliegtuig inderdaad. Ja, dus die aerodynamica verandert. Maar kijk, je... de god, wat ben je? De Dutch Drone God. Ja. Kijk, dat is meer het filmen van hele mooie... Dus jullie zijn een filmbedrijf met drones. Klopt. Dat is de kern. Ja. Wat je me nu allemaal vertelt, dan ben je een ontwikkelaar van drones. Klopt. Dat vind ik toch qua doel, missie, visie, noem maar op. Dat is toch wat anders. Ja, het is een beetje... Verklaar u nader. Vanuit het begin bijna noodgedwongen. Ja, we moesten wel. Dat stond niet. 10 jaar geleden zijn we ongeveer mee begonnen. 2014, 15. En toen waren die soort van racedroontjes waar je met de videobril was net nieuw. Dat was allemaal bij elkaar geraapt. Spullen wat je... Een beveiligingscamera die gehackt werd om dat te gebruiken. En allerlei dat soort dingen. En dat was niet op de markt. Dus je moest het gewoon zelf gaan solderen en bouwen en uitzoeken op YouTube. En er komt iets nieuws uit dan een half jaar later. En dat wil je ook weer proberen. Nou, dan moet je het weer zelf ombouwen en proberen en solderen. En zo kom je eigenlijk, als je een racedrone hobby doet, dan kom je vanzelf uit bij... Je moet zelf ook leren... Ja. Solderen en is het nu tijd om het om te draaien? Ik bedoel, heb jij al aanvragen gekregen van... joh, bouw mij er ook eentje? Ja, deze is van Red Bull en die willen we ook zelf gebruiken. Dat gaan we niet zomaar weggeven natuurlijk. Maar zo waar IP zit. Ja, zit dat vooral Red Bull. Ja. En in samenwerking met ons. Okay. Dus krijg je licentie om het te gebruiken, maar het echte IP zit bij Red Bull. Ja. En wij zijn de enige eigenlijk die ermee mogen vliegen ook. Ja. Oké, dus jij kunt het niet gaan verkopen. Nee. Als iemand het gaat verkopen, dan is dat Red Bull. Ja, klopt. Maar dat moet altijd een samenspraak met ons. Dus echt wel een soort van partnership tussen ons. Ja. Dus niet dat zij alles overkopen en zeggen... Dan zit er voor jullie ook nog wat in het vat. Als het met duizenden tegelijk verkocht gaan worden. Precies, en ze hebben ons ook nodig. We hebben echt een jaar aan een soort van ontwikkeling en kennis hierin zitten... wat niet zomaar iemand over kan nemen natuurlijk. Dus, Maar wat is dan nu die kennis en ontwikkeling? Want je kan hem ook nu gaan maken. Of zitten er speciale dingen in? Nou, er zijn natuurlijk altijd mensen die nu gaan proberen... oh, we gaan het ook maken. Maar wat is de moeilijkheid dan? Ja, want ik pak hem, ik schroef hem uit elkaar. Ik ben een Chinees. Ja, het is zelfs makkelijker, want je weet nu al dat daarom, kan. Ik hou hem hier, je mag hem niet pakken. Oh ja, er is één op de wereld. We hebben er 3, maar die hebben wij. En die zijn nergens anders te krijgen. Wat is de waarde van zo'n apparaat nu? Dat is zeker wel een paar miljoen. Er zijn er maar 3 op de wereld. Ik zou het niet weten, eigenlijk. Wat ik ook mooi vond... dat je net zei, is dat als jij een racedroner bent, dan ben je bijna ook een dronemaker. Dat moet wel. Want dat hadden we in de vorige uitzending ook met drones. Ja. Maar je maakt video's. Dat is de kern waar je geld mee verdient. Klopt. Ja. Dus moet dat bijna iedereen die met drones bezig is, moet dat bijna gaan doen om toch wat geld te verdienen? Ja, bij ons was het inderdaad, we komen vanuit die competitie racewereld. Daar zijn we mee begonnen. En dan leer je inderdaad het solderen en het bouwen. Maar zowel ik als mijn compagnon Vince van de Drone Gods waren altijd al bezig met opname met GoPro'tjes. Ik was mezelf aan het filmen met mountainbiken en snowboarden. En was ik aan het editen. Dus we hadden allebei al een beetje gevoel voor camera. Vince was bijvoorbeeld vlogs aan het maken en editen, dat soort dingen. Dus we hadden al een beetje gevoel voor camerawerk. En toen dachten we op een gegeven moment, laten we gewoon GoPro'tjes op die drone zetten en ermee gaan filmen. En zo gaandeweg hebben we eigenlijk geleerd hoe dat werkt in de filmwereld. Hoe doe je de goede camera settings en hoe... Vertel je een verhaal met een camerabeweging eigenlijk. Ja. Dus dat is nog een heel vak apart wat er bovenop komt inderdaad. Hoe was je een goede drone racer? Redelijk. Slecht. Redelijk. Ben je wereldkampioen geworden? Niet wereldkampioen. Hij ging altijd overal achteraan. Ja. Precies, daar heb ik het geleerd. Ja, precies. Ja. En niet aan de voorkant. Nee, dan moet je achterom kijken. Ja, in Nederland, we begonnen met Nederlandse kampioenschappen altijd. En daar was ik... in het begin, soort van eerste à tweede, een beetje aan het battelen met 1 andere piloot. En toen de jaren daarna was nog 2 anderen waar we een beetje mee battelen waren. Top 3, 4, zat ik de hele tijd in. Maar op een gegeven moment ben ik doorgaan naar de wereldkampioenschappen in Amerika. Daar heb ik 2 seizoenen meegedaan. De Drone Racing League, de DRL. Yeah. En daar waren 18 piloten. En het tweede seizoen 12 piloten. En daar zat ik ongeveer in het midden. Dus ik ben 6e geëindigd, die 2 seizoenen. Is goed. 2 keer op podium. Dus niet de wereldkampioen. Nee, maar er zijn maar 5 mensen op de hele wereld die beter kunnen drone racen. Op dat moment in ieder geval, wel. Die jaren 2018, 19 wel. En zat er een beetje geld in drone racing? Nee, in de competitieraces niet. Nee. Zat van de top, inderdaad top 2, 3, die konden van rondkomen toen. Met de grootste league in de wereld. En alles daaronder was, ja, part-time kan je er misschien wat van. Maar ik was toen ook inderdaad part-time nog aan het programmeren. Was mijn baan toen. En part-time aan het drone racen. En dat kon uit, maar niet fulltime nog. Nee. Topverhaal. Ja. Kunnen we even terug naar de drone? Dus de batterijen, de camera, de motoren. Wat hebben we nog meer allemaal wat we erin moeten doen? Ja, dat is het dan een beetje. Er zit natuurlijk een flight controller in die alles bestuurt en bijhoudt. Die eigenlijk bijna op dezelfde manier werkt als een normale drone. Want ja, het stijgt gewoon eigenlijk dezelfde functies met 4 motoren als een normale drone. Een videozender om het beeld van de camera bij mijn beeld te krijgen. Nou zit daar ook nog weer een heel verhaal achter. Want om een hele lap bij rond een track zoals Silverstone te doen. Je gaat natuurlijk achter allemaal gebouwen langs. Je verliest het signaal. Oh. Dus wat wij voor die video in Chili, die mountainbike video, hebben gemaakt, is een andere drone, een Mavic. Misschien moet je die ook even vertellen. Want, want daar heb je ook een relay station. Ja, precies. Ah. Dat was toen de challenge. Want het was een hele lange route tussen allemaal gebouwen door een hele berg af. En hoe doe je dat in één keer? Hoe kwam je daar terecht aan? Want er was ook een Red Bull ding, hè? Ja. Hoe kwam je... Ik heb zoveel vragen. Eerst, hoe kwam je daar terecht? In Chili. Met de mountainbike downhill in de stad. Zij waren toen ook Red Bull die weer een uitdaging had bedacht. Van we willen een hele take doen met een drone achter die mountainbiker aan. Hoe kunnen we dat doen? En toen zijn ze mensen gaan rondvragen. En wij waren de enige die zeiden, oh, dat kunnen we wel doen. Alle andere mensen zeiden, dat kan niet. Maar ik had toevallig eigenlijk zelf iets in elkaar geknutseld om een soort van signaal repeater te maken. Een relay systeem. Die ik ergens gebruikte al voor een andere shoot. En toen tijdens het gesprek dacht ik van, oh, maar die past eigenlijk ook gewoon op een Mavic. Of een andere drone. Die hoveren we dan boven het hele pad. Die blijft gewoon boven meevliegen. Dit is gaaf. Dus de race drone heeft connectie met de Mavic er rechtboven de hele tijd. En wij zien de Mavic hoog hangen. En hebben weer verbinding met de Mavic. Zo kom je dus om alle interferent heen en gebouwen. En half achter een berg en dat soort dingen. Ja. Dus toen kwamen we... Ja, dat was toen de uitdaging. En dat is toen gelukt. We hebben echt maar 1 take gehad ook voor dat shot. Maar ja, dat was gelukt. En toen wisten ze... Oh, de Drone Gods kunnen dat. Laten we ze nog een uitdaging... en even dus die Mavic... Gebeurt dat vaker? Er zijn er meerdere Mavics die soms... Omdat je een heel veld maakt om contact te houden? Wij doen meestal gewoon 1 van die Mavics. Want je kunt die gewoon mee verplaatsen boven... Waar even hier... Ja. En hoe kwamen ze dan op het beste drone shot ooit? Ja, dus gewoon verzonnen. Dat is de marketing van Red Bull natuurlijk. Die gewoon het zo hoog mogelijk willen inzetten. Ja, ja, ja. Hoe kwam Red Bull... Nou, ik wil het graag hebben over G-krachten. Mag je dan even nog 1 Red Bull vragen en dan G-krachten? Red Bull vragen. Ja, ja. Hoe kwam je in contact met Red Bull? Ja, we waren gewoon voor de fun dingen gaan filmen. Dat ging kwam een beetje online, zeg maar. Oh ja, dus af en toe een keer een beetje half viraal gegaan, zeg maar. Met een paar filmpjes die gewoon opvielen. En toen kregen we steeds... Ja, we vielen gewoon een beetje op. Dus wij waren gewoon 1 van de partijen die ze vroegen van... Hey, kunnen jullie dit niet doen? Oké, gewoon een RFP-achtig iets. En, prima. Ja, eigenlijk wel. In de eerste plaats wil ik weten... Ik heb bij zo'n rit over dat circuit... Ja. Dus voor een piloot in een Formule 1-auto is dat al niet kinderachtig. Hebben jullie ook te maken gehad met dat je een testrun had gedaan... en dat er allemaal onderdelen kapot waren door de G-krachten die je onderwerpt gehad? Niet echt door de G-krachten. Het is, de onderdelen zitten hier zo vast in. En er zit natuurlijk geen persoon in. De G-krachten zijn vooral een probleem voor de persoon die in een Formule 1-auto zit in dit geval. Want dat is gewoon heel heftig. Om je nekspieren moet je daarvoor trainen en zo. Ja. Daar hebben we natuurlijk geen last van. Die onderdelen zitten zo vast erop dat je daar geen... Dan kan ik me wel voorstellen dat zo'n ding snel... vertrekt, dan doet die rotor wat hij normaal altijd doet. Wat gebeurt er als je moet remmen? Dat is de grootste uitdaging eigenlijk van deze drone, om te vliegen. Want hij is zo aerodynamisch efficiënt rechtdoor, dat als je eigenlijk gas loslaat, hij blijft gewoon bijna net als een vliegtuig inderdaad gewoon rechtdoor gaan. Een kogel is het dus. Ja, precies. Dus ik moet als ik dan Max Verstappen aan het volgen was, moest ik eigenlijk zo goed als voor zijn rempunt eigenlijk al zelf gas terug doen en al iets afstand nemen. Zodat ik daarna erin kon duiken, de drone ietsjes omhoog komt pitchen, zeg maar. Waardoor je iets meer luchtweerstand krijgt. Of ietsjes in de bocht gooien. Waardoor die minder efficiënt ook door de lucht gaat. En dat eigenlijk remt op de lucht. Dus dat was wel een uitdaging om die bewegingen uit te werken van hoe remmen we ook op tijd. Ja, je kunt niet zoals een schip volle kracht achteruit met je rood. Nee, opeens. En een Formule 1 auto heeft natuurlijk superveel downforce en hele goede remmen. Dus die staan zo stil. Dus dat was wel een uitdaging. Dus je anticipeerde en dan zo op de lucht, mooi. Want ik zat te denken in relatie tot jouw vraag. Je hebt die waar de propellers aan zitten, dat heeft een bepaalde dikte. Je hebt heel veel getest. Ja. Dat kan je ook dunner maken. Ja, maar, ja, precies. En dat het dan eraf vliegt, en dan kan het stuk gaan. Ja, ja, maar, precies. Het moet zo dun mogelijk en zo licht mogelijk zijn, maar ook de krachten allemaal aan kunnen natuurlijk. Ja, dus als die rotor zijn eigen voortstuwing niet trekt, dan breken die wieken, hoe noem je dingen ook? De bladen, die breken gewoon door midden, denk ik. Ja, dus we hebben wel vrij stevige propellers inderdaad gepakt en dan nog inderdaad korter gemaakt, waardoor die het aan kunnen, Jeetje. Ja, geloof ik. Eerst. Vond Max Verstappen het mooi of was hij er helemaal niet mee bezig? Ja, maar we hadden dus twee keer hij heeft natuurlijk niet zoveel tijd op zo'n dag. Heeft hij wel, maar hij heeft steeds daar geen tijd. Nou ja, we hadden een soort van 6 minuten met hem, omdat hij daarna weer moest testen en weer met ingenieurs moest overleggen. Maar één klein interviewtje voor die tijd, een soort van even aan hem laten zien wat we hebben gedaan. En toen was het, vond hij wel leuk en even overlegd. Hij was wel enthousiast. Ik dacht, hij houdt normaal gesproken niet van media-aandacht natuurlijk, dus zal hij dit wel leuk vinden, maar was oké. Maar toen lieten we hem het shot zien op de laptop. En toen leek hij wel echt soort van, wow, dit is wel, dat vond hij wel echt vet, zeg maar. En uit zichzelf best wel wat goede reacties op, van dit is cool. En hoe je over die bruggetjes heen gaat. Dus hij vond het wel echt leuk, volgens mij. Hey, en ik wil het nog hebben over de regelgeving. Maar ik ook. En ik wil veiligheid. En ik wil ook het vervolg. Het vervolg voor andere circuits. Maar ga maar eens regelgeving. De regels. Voor zover ik weet, wil je met een drone vliegen, dan moet er line of sight zijn. Tussen de piloot en het apparaat. Ja. Dat heb jij niet. Nee. Toen Walter Kort hier was, inderdaad 2-3 jaar terug. Ja. Toen was het zo dat je daar een speciale opleiding voor moest doen, voordat je dat buiten line of sight mocht vliegen. Dat je dus via een waarnemer eigenlijk die jouw line of sight doet. Dus die kijkt naar de drone. En als er iets is, of je vliegt verkeerd, of er komt iets aan, iets wat je niet in je bril kan zien, dan geeft de waarnemer aan jou door wat je moet doen. Ja, en wat maar dan moet je allemaal waarnemers langs dat circuit hebben staan. Precies, dus nu... Bovendien, je gaat zo hard dat als een waarnemer zegt, er gaat iets mis. Ja, te laat. Nou ja, om aan die regelgeving te voldoen, hebben we wel 2 personen op de track. Dus eentje aan de ene kant en eentje aan de andere kant gezet. Waar die inderdaad in de gaten kon houden als ik buiten line of sight van mijn waarnemer die naast me stond vlieg. Dus meer dan 500 meter ver weg. Dan nemen zij die waarneming over en kunnen ze over de radio zeggen, als iets misging en ik druk op het knopje return to home en dan komt terugvliegen, maar ik zie hem zelf niet, dan kunnen zij over de radio zeggen, hij vliegt hier, hij gaat die kant op, je moet bijsturen naar rechts of dan gaat iets mis of dat soort dingen. Ja, dus zo voldoen je aan de regels, maar het is natuurlijk onzin. Nou, niet helemaal, maar inderdaad, als er iets misgaat met 350 op 5 meter achter die auto, dan dan staat in de regelgeving geen maximumsnelheid voor een drone? Nee, dat niet. Ja, onder de open regelgeving, dat zijn... Wat is de hoogste snelheid ooit gemeten met een drone? Er zijn een paar drones die... De officiële wereldrecord staat nu op 376, geloof ik. Oh, daar kun jij overheen. We hebben niet eens geprobeerd echt om er overheen te gaan. We hebben 1 keer 370, 71 gehaald met deze. Met een iets kleinere batterij. Er zijn een paar die hebben 400 aangetikt, blijkbaar. Nog niet officieel bevestigd qua wereldrecord. Maar die hebben hem echt inderdaad gewoon een heel klein batterijtje. Zo licht mogelijk. Heel kort. Inderdaad, en dat was niet echt ons doel. Ons doel was, we maken hem snel genoeg voor de Formule 1 auto. Niet sneller dan dat. Ja. En daarnaast efficiëntie. Maar de Europese regelgeving, want daar heb ik het dus over. Ja. Die geldt op zo'n circuit als Silverstone wel gewoon? Of is het particulier terrein waar dat allemaal er niets toe doet? Aan de ene kant particulier terrein, maar de regelgeving geldt nog steeds. Ja. Engeland heeft nu weer zijn eigen regelgeving sinds de Brexit. Kijk, dus dat is natuurlijk weer dat was gebaseerd op de Europese regelgeving. Ja. Maar dat is al 2 jaar soort van uit elkaar aan het groeien. Dus ze hebben weer net iets andere regels. Maar in principe is het wel hetzelfde. Anders, wat moet je dan anders doen? Of waar moet je anders aan? Ja, ik weet niet eens aan mijn hoofd wat die verschillen precies zijn, maar zijn wat kleine totaal niet mee bezig gaan. Nee, precies. Ja, hoor je wel te weten hoor. Ja. Ik heb het wel bekeken en voor onze eigenlijk de A2-categorie waar we op dat moment onder vielen. Ja. Zeg maar die gelden niet. Dat is de open categorie van de regelgeving in Europa, zeg maar. Waar iedereen eigenlijk onder mag vliegen met een redelijk makkelijke online cursus. Dus ja, daar voldeden we gewoon door die waarnemers inderdaad aan de regels. En je moet natuurlijk wel, hoe sneller je gaat, hoe meer je rekening moet houden met, als er iets misgaat, moet je een veel grotere buffer natuurlijk om je vliegpad hebben van wat er misging. En dat is best wel makkelijk op een circuit als Silverstone. Ja, voor een privétest waar niemand omheen staat. Alle marshals wisten ervan. Die stonden ergens achter. De bruggen waar we overheen gingen waren een soort van afgesloten voor mensen. Daar hadden we nog iemand staan die dat echt mensen tegenhield die daar over die brug kwamen tijdens de runs. Dus daar is wel redelijk over nagedacht. En alles wel safe uitgevoerd. Ja. Oké. Ben je tevreden met die regels? Of zijn die regels stom of... Prima, moet het worden aangescherpt? Veel van de regels zijn wel goed. Het wordt al steeds beter. Wat zijn de verbeteringen die nog worden? Het probleem is nu dat de Europese regelgeving probeert voor heel Europa alles gelijk te krijgen. Maar elk land is heel eigenwijs nog zijn eigen dingen aan het doen. Maar noem eens een paar praktische veranderingen als je ineens een shot moet draaien. Bijvoorbeeld in Engeland, maar dat is niet Europa-Brexit. Maar bijvoorbeeld in Duitsland of in Frankrijk of in België. Als je wat meer complexere shoots wil doen, dichter bij wegen of dichter bij mensen, dan moet je onder de specific regelgeving vallen. Moet je eigen handboek hebben. Die zijn officieel gezien, moet dat Europees zijn. Maar als ik met mijn handboek in Engeland of in Spanje of in België hetzelfde wil uitvoeren als wat in Nederland mag, dan is eigenlijk bijna onmogelijk. Want de regering daar die zegt weer, nee, je moet deze procedures in je handboek zetten. En je moet dit aanpassen. Dus eigenlijk is het bijna onmogelijk om Europees te werken, ondanks dat het Europees zou moeten zijn. Het wordt langzaam wel beter, maar nog niet heel snel. Wordt daar ook zwaar de hand aan gehouden? Of zijn er ook landen waarvan de regels zijn wel heel streng, maar je kunt doen wat je wil, want ze letten toch niet op? In de open categorie zijn de meeste landen wel redelijk soort van flexibel. Maar zodra je naar het moeilijkere, in een vliegtuig no-fly zone, in een CTR... dan moet je aan heel veel regels voldoen. En dan kan je eigenlijk als in een ander land bijna niks meer. Ja, bijna wel, ja. Dan hebben we altijd een lokale partij weer nodig die dat dan weer voor je regelt. Ja, oké. Maar als je buiten no-fly zones blijft, dan kun je dus eigenlijk vrij veel maken. Dan kan je vrij veel doen als je aan ook de limitaties van die open categorie houdt, zeg maar, buiten de no-fly zone. Dus wat verder weg blijft van mensen en gebouwen en niet betrokken mensen. Ja, wij gaan dus boven Amsterdam ga je geen 350 kilometer per uur vliegen. Nee. Ja. Ik wil nog even terug naar die drone. Het tunen. Je schijnt drones te moeten tunen. Ja. Ik las dat. Ik dacht, ja, tuurlijk, een auto tune je. Ja. Ook een drone. Hoe doe je dat dan? En wat betekent dat? Eigenlijk zit dat in de software van de onboard computer, de flight controller. Die bepaalt, als mijn drone bijvoorbeeld door de wind een afwijking krijgt, de drone wordt opzij geduwd, hoeveel kracht moet ik bijzetten met de rechtermotor om hem weer terug naar links te draaien bijvoorbeeld. En elke drone is anders, heeft ander gewicht, andere motoren, propellers, luchtweerstand. Dus die kracht die moet zetten om te corrigeren en op koers te blijven is voor elke drone anders. En helemaal als je zelf inderdaad eentje bouwt, dan is het nog nooit eerder gedaan met die combinatie. Dus dan moet je in de software gaan analyseren hoe die vliegt. Dus je neemt een blackbox opname op, heet dat. Die neemt alle gyroscoopdata op in de flight controller. Dan kan je analyseren. Dus je laat hem vliegen en dat neem je op? Neem je op, precies. En dan is er wind enzovoort. En dan analyseer je waar die... En dan kan je dat... Of hij te strak getuned is of te los. Of er zijn heel veel soort van sliders waar je dan heel diep in kan duiken als je daar heel nerdy in bent. En daar dan telkens iets aanpassen, nog weer vliegen. Kijken of het beter vliegt. En zo pak je dat aan. En zijn er specialisten die dat doen? Zoals je autotuners hebt die... Ja, er zit een jongen in Canada die is heel diep in die software gedoken. Heeft eigen software geschreven om dat soort van te analyseren. Om ook alle... de gyroscoopfilters, dus alle trillingen van je motor dan weer uit te filteren met hele specifieke software. Die hebben wij dan ook weer ingehuurd om deze drone. Gaan we in het veld zitten 2-3 uur met hem op een live verbinding. Dan doen we elke keer een vlucht naar wat hij zegt. Sturen we de logs op. Analyseert en dan zit hij in Canada? Zit hij in Canada online, zeg maar. En dan zegt hij, nee, die slider moet je iets naar rechts doen en die slider iets naar links in je programma. En dan moet je nog een keer proberen en dan zeg ik of het beter vloog of niet. Of wat ik anders wil aan hoe de drone zich gedraagt. En dan, zo hebben we telkens weer net iets beter laten vliegen. Ja. Wauw. Hey, dit is nou een supersnelle drone. Ja. Maar ik wil eigenlijk, ik weet niet of jij veel gegevens daarover in je hoofd hebt, maar wat voor topprestaties kunnen drones nog meer leveren? Hoe hoog kunnen ze bijvoorbeeld komen, om eens een dwarsstraat te noemen? Hoogte is een probleem, want we mogen volgens regelgeving, komen we weer op regelgeving terug. Ja, 120 meter en daarboven mag je eigenlijk niks. Mag je sowieso niks. Dus daar, daar is niemand eigenlijk aan het proberen. Misschien een paar specialisten uit een soort van luchtvaart die met ballonnen ook zo heel hoog gaan, die heliumballonnen. Maar wij niet echt een drone. Wat is het record als het gaat om range? Want ik had het er met iemand anders daarnet over, die toevallig ook dronepiloot is. Ik heb zelf zo'n DJI Phantom 3, heet die geloof ik. Mm-hmm. Dat is een goeie, hè? Ja, Phantom 3. Het was een goeie. Ik bedoel, het is een heel oud ding. Het is al een beetje verouderd ondertussen, maar dat was een goeie. Gigantisch verouderd. En dan valt mij op dat ik raak na een paar honderd, als ik hem een paar honderd meter weg laat vliegen, dan is hij buiten bereik en dan komt hij automatisch terug. Ja. Een kennis van mij heeft een modernere en die kan hem op kilometers afstand nog besturen. Kortom, wat is de limiet? Ja, die limiet wordt steeds verder. Het aantal kilometers, de standaard drones, de DJI drones kunnen al zo'n 3-4 kilometer ver weg. Misschien verder soms. Die nieuwe Inspire 3 bijvoorbeeld. En dat is dan nog commercieel. Hè? Dat is gewoon commercieel. Ja. Er zijn heel veel mensen uit soort van de hobby vliegtuigwereld. Die RC planes of wings heet dat dan. Die kunnen in theorie... en in de praktijk niet helemaal legaal. Maar die doen dat wel eens tot 50, 60 kilometer afstand. En dan hebben ze gewoon een hele grote batterij erin. En dan je moet ook de accu-range hebben natuurlijk. De accu-range, inderdaad, zo'n vliegtuigje is heel efficiënt. Dus die vliegen dan gewoon 50, dus die 60, zitten thuis met die 6-person view en die gaan... Ja. Je zegt vliegtuigje, dan is het dus geen drone. Dat is geen drone met meer. Maar het is eigenlijk de techniek die daarin zit, die gebruiken we ook wel voor deze drones. Dus diezelfde lange afstandscommunicatiemethodes die DJI niet helemaal gebruikt. Want DJI wil natuurlijk ook hoge kwaliteit video weer terug hebben. En wij gebruiken echt een lage kwaliteit video hierin. En daardoor kan je ook veel verder de afstand in. Leg eens uit het verschil met hoe dat zit. Eigenlijk wat hierin zit is een analoge videocamera. Dus het is echt 640 pixels bij 480 pixels of zo. Serieus? En daar nam Red Bull genoegen mee? Ja. Daar hoor ik echt van op. Het enige wat daarvoor is door... Het enige waar dat voor is om in mijn videobril zeg maar te zien... en de opname wordt gemaakt door de GoPro die erin zit. Precies, die is wel die lage kwaliteit is echt alleen voor mij. En, natuurlijk, want die GoPro-opname wordt lokaal gemaakt. Die gaat lokaal gemaakt, precies. En de andere reden daarvoor is dat we dat relay-systeem hebben op die andere drone, die dus boven vliegt. Dat is een open source soort van videosignaal, waar je gewoon, die je gewoon kan hacken en soms dan door kan sturen. Wat met die digitale hoogkwaliteitsdingen allemaal niet kan. En wat heel veel vertraging weer toevoegt. Wij willen de vertraging echt op de milliseconde zo laag mogelijk houden. Voor de bestuurbaarheid. Dus al die dingen bij elkaar zorgt dat we gewoon gekozen hebben voor super laag kwaliteit. Als ik maar kan zien waar die auto is, dan is het voor mij genoeg. Ja, begrijp ik. Ja. Maar nog even die range. Je hebt dus vliegtuigachtige drones die tot op 50, 60 kilometer bestuurbaar zijn. Ja. En als ik het goed begrijp, want er is een samenhang tussen de radiorange en de accu-range. Hè? Ja, als je ze niet allebei hebt, dan heeft het geen zin. Ja. De vliegtuigvorm is dan waarschijnlijk efficiënter. Die heeft minder energie nodig. Ja, ja. En dus heb je dan wat aan die radiorange? Ja, in principe deze drone zit er een beetje tussenin. Dus zodra wij inderdaad wat snelheid maken en we zetten hem op 90 graden in de lucht, dan fungeert het bijna als een vliegtuig. Dus hij is best wel efficiënt qua luchtweerstand. Dus als wij hier... Waar je met een normale drone, als je 180 wil halen, echt vol gas moet. En met deze met 40%, 35% gas haal je ook 180. Maar dat is ook dus dan kan je best wel efficiënt afstand afleggen. Dat is ook een idee voor commercieel natuurlijk. Dat je deze techniek gaat toepassen, of deze manier van vliegen gaat toepassen. Om verder te kunnen komen. Ja, precies. En deze haalt dan, ondanks dat je 3 keer boven de 300 km per uur komt, haalt hij alsnog die 6, 7 kilometer afstand op een relatief kleine batterij. Omdat hij gewoon best wel efficiënt is qua luchtweerstand. Ja. Ja. En die grote range is dan voor een... voor de inspectie van een windmolenpark op zee. Ik noem maar even. Dat, niet wat wij doen, maar nee, maar dat wordt gedaan. Gebruiken. Ja, zeker. En daarom doen ze die testen en daarom kijken ze naar. En die toch? Ja, dat wordt ook voor gebruikt. Hetzelfde soort van techniek. Maar wat dan? Maar waarom zou je nog meer 40, 50, 60 kilometer ver willen? Die mensen die dat doen met die wings, dat is meer voor de fun en voor de thrill van wow, ik heb 50 kilometer ver weg. Dat is kicken. En zijn er dan raar? Die zijn ook stoer, die mensen. Ja, die posten dat online en dan gaan ze tegen elkaar. Ah, lief. Maar die techniek die zij daardoor ontwikkelen en soort van testen, dat gebruiken dan wij weer waar het van toepassing is weer in onze wereld. Ja, en specifieke techniek is dus de afstemming van die batterij en de radiofrequentie ook? Radiofrequentie, maar inderdaad welke ontvangers je gebruikt. Die mensen gebruiken bijvoorbeeld een soort van automatische tracker die de antenne heel gericht zet. Oh ja. Dus dan heb je meer range in een bepaalde richting, maar alles omheen niet. En die tracken met GPS automatisch waar de drone of de vliegtuig is. Zodat die precies gericht blijft erop en daardoor ook weer verder gaat. Dus dat soort trucjes gebruiken wij soms ook met de drones weer voor. Ja, ja. Om nog weer verder te gaan. Ik heb wel eens geprobeerd mijn drone te vliegen bij een graad of 0. Hm. Nou, dat ging niet zo verschrikkelijk goed. Nee. Dat heeft natuurlijk met de accu te maken. Ja. Waar houdt het voor jou op qua temperatuur? Hoog en laag? Nou ja, het probleem met onze shoot op Silverstone was ook dat het natuurlijk... Het regende en het was winter in de UK. En dan ga je heel hard en dan koelt hij extra af omdat hij nat is. Dat ook nog. Het grootste probleem is met de batterijen die koud worden. Ja. Dus we hebben nu ook een koffer waar de batterijen in voorverwarmd worden op 50 graden. Gedachtelijk. Maar inderdaad gewoon een uur van tevoren laten we dat... 50 graden. Dus een uur van tevoren laten we daarin zitten. Zodat die echt helemaal tot binnenin gewoon goed warm is. Dat die optimaal gebruik kan maken. En dan inderdaad tijdens het vliegen koelt dat al wel wat af. Maar het zit redelijk beschermd in. Dus het blijft nog beter op warmte dan... als je dat niet zou doen, dan haalt hij echt die hele lab niet. Nee. Ja, maar dat betekent dus dat er amper een bovengrens is. Want alle normale temperaturen die je tegenkomt in het wild, die zijn onder de 50 graden. Dus je krijgt niet gauw een temperatuur, behalve misschien boven een vulkaankrater. Ja, precies. Nee. Die te hoog is voor een drone om te vliegen. Klopt, ja, dus je moet eigenlijk, als je echt optimaal gebruik wil maken, dan moet je ze altijd voorverwarmen. En de nieuwe DJI-drones hebben zelf een verwarmingselement in de... batterij zit. Dus als het iets koud is, dan warmt hij maar automatisch op. Ja, ben je al benaderd door een of ander geologisch instituut om boven IJsland die vulkaan een beetje in beeld te brengen? Nog niet, maar ik heb fantastische droneshots gezien. Ja, dat is mijn collega Vince. Die heeft inderdaad, die is naar IJsland gegaan. Ja, dat is zulk, maar ook een drone die kapot ging, kan ik me ergens herinneren. Nou, hij kreeg geen klodder lava tegen zich aan of zo. Hij vloog echt tussen de klodders lava door inderdaad. En zijn drone kwam wel terug. Ja, de propellers waren al soort van lichtelijk weggesmolten, maar hij heeft nog net weer... maar die beelden zijn ook heel vet gebeurd. Dat is ook een limiet natuurlijk, kunststof... Ja, maar je hebt tijdens de vlucht heb je natuurlijk geen idee. Maar was dat nou voor de fun, voor de schoonheid, voor de kunst? Of... Die was echt voor de soort van, laten we een keer echt een goed shot maken van zo'n vulkaan, want we hadden het wel eerder gezien. Maar Vince zei van ja, dat kan ik beter, zei Vince. Dus die is naar heen gegaan en die heeft ook laten zien dat hij inderdaad beter kon. En is gewoon een heel vet shot gemaakt. En dat is jullie marketinggeld. Dus is gewoon dit zijn meer een soort van zijklusjes. Maar gewoon door dat soort dingen. Of nou betaalde klusjes. Ja, of gewoon voor de fun. Wat voor betaalde klussen doen jullie? Eigenlijk heel veel. Dus we doen heel veel festivals. Dus we staan vaak op Defcon en Tomorrowland. En grotere festivals hier in Nederland. Heel veel commerciële indoor tours. Dus dat zijn hele lange one-takes. Dat dan door gebouwen heen. Door bedrijven of scholen. Om soort van in één take met een verhaal of een voice-over erover te vertellen wat een bedrijf doet of wat er gebeurt of dat soort dingen. Maar ook inderdaad actiesporten, mountainbikers, snowboarders, dat soort dingen. Ja, van alles nog wat. Wat is de kleinste drone die ooit is gemaakt? De kleinste drone? We hebben wel hele kleine droontjes, die zijn echt 20 gram. Die gebruiken we voor, dat is inderdaad voor de fun races weer. In een soort gymzaal. Dus Tiny Whoop. Tiny Whoops, Tiny Whoops. Dat zijn wel een beetje de kleinste wat je... Ze zijn nog wel kleiner gemaakt, maar die gaan er niet zo snel meer. Ja. Dus dat is voor ons niet zo interessant. Want we willen alleen maar snel vliegen. Dus dat is wel tof om te doen. Ja, ik wil ook... Dus first person view, mooi. Ja. Ik wil ook naar de zelfsturende kunstmatige intelligentie voelen waar enzovoorts. Wat weet jij daarvan? Wat wij allemaal niet weten. Eigenlijk staat het heel ver ook van ons veld af. Ja. Want alles wat wij doen is puur handmatige besturing. De drone weet vaak niet eens wat boven en onder is. Zeg maar. Laat staan dat die autonoom kan vliegen. Maar kom je geen situaties tegen dan dat je denkt... Want we hadden het er net eigenlijk ook over bij de Formule 1. Dat je denkt, was die besturing maar automatisch... dan kon ik op andere dingen letten. Ja, heel veel reacties inderdaad ook online van... is de volgende stap niet om dit te automatiseren? Ja. Er zijn wel mensen, bijvoorbeeld de universiteit in Zwitserland heeft een keer een heel systeem ontwikkeld die echt race drones door poortjes echt autonoom kon laten vliegen. Ook echt op beeld. Dus dat je niet externe sensoren en computerkracht nodig hebt, maar echt onboard. Wow. Maar dat is nog steeds een voorafgezet pad die een paar keer getraind is. En dit is zo'n dynamische situatie met wind en een auto die op andere plekken remt en allerlei omstandigheden. Dus dat ja, kan hier nog niet in momenteel. Misschien over 5 of 10 jaar dat... nou ja, je zegt wind en zo, maar die drone heeft zijn camera al aan boord. Sterker nog, heeft er 2. Hè? Eén voor de GoPro, nou, die zullen we even niet meerekenen, want die moet alleen maar lokaal opstaan. Ja, klopt. Maar... hij vliegt de hele tijd boven dat circuit, waarvan de vorm bekend is. Ja. En hij kan dus, zoals ook een Tesla doet op de openbare weg... Ja. Hij kan bepalen of hij wel of niet nog boven dat circuit vliegt. En hij kan ook zien wat er aankomt. Ja. Dus dat ligt allemaal klaar, zou je zeggen. Toch is het... het is zo'n nieuwe techniek nog dit. Het moet allemaal zo licht en klein mogelijk. En dat soort boordcomputers past het misschien nog niet helemaal hier... Ja. In zo'n soort drone. Moet het aan boord hebben, of je moet het met een draadloze verbinding heen en weer sturen. Precies. Dat is allebei natuurlijk lastig. Ja, en er zit nog een verschil in een vooraf aangelegd parcours die getraind wordt en iets wat je echt last minute gebeurt voor je neus en met AI dan in dit geval misschien echt op gereageerd moet worden en geïmproviseerd op dat moment. Want mijn gedachte is, hij herkent de auto van Max en hij blijft gewoon die auto volgen, want hij herkent die auto en achteruit gaat hij helemaal mee. Ja. Maar daar ben je nog niet. Nee. Ja, nee, precies. Dit is ook, dat zijn trouwens 2 sporen die je kan volgen. Je kunt zeggen, volg de weg. Of je kunt zeggen, volg de auto. Ja. Ja. En dan denk ik aan wielrennen. Dan kun je ook zeggen, volg de weg. Of je kunt zeggen, volg dat peloton nou maar. Of volg die renner. Ja. Hij moet eigenlijk beide houden. Hij moet weten waar de weg is, waar die ongeveer moet blijven en waar die heen moet. Ja. En hij moet natuurlijk het peloton in dit geval dan in beeld houden. Of de raceauto. Maar dus wat heb jij mogelijk om dat mogelijk te maken? Wat heb je nodig? Ik moet zeggen dat we daar ook eigenlijk helemaal niet mee bezig zijn. Zelf. Die techniek is meer AI en programmeren. Dat zit heel erg in de software. En wij zijn echt bezig met drones maken. Bouwen van een drone. En bouwen van een drone, inderdaad. De techniek vanuit onszelf. Dus zeg maar de skills toepassen om dit steeds beter en beter te doen. En dat is wat nu nog heel ver voorloopt op alles autonoom doen. Eigenlijk al die shots die we doen door een gebouw heen. Het is allemaal zo geïmproviseerd en precies en snel dat boordcomputers dat momenteel nog niet kunnen bijhouden. En misschien komt dat nog wel, maar momenteel lopen we gelukkig nog voor daarop. Hey, en jij krijgt verzoeken van een club als Red Bull bijvoorbeeld en van allerlei andere. Kom jij nooit de situaties tegen dat je denkt van... Goh, die mensen zouden dit of dat eens moeten proberen. Ze halen er niet uit wat erin zit. Welke kansen laten videomakers liggen? Als het gaat om andere dronepartijen? Als het gaat om het gebruik maken van drones en alles wat drones kunnen. Ja. Missen ze kansen? Ja, ik weet niet zo goed. Want wij zitten inderdaad in de scene. Als wij iets doen wat nieuw is, wat nog nooit gedaan is zoals dit... dan komen er altijd van alle kanten weer... Oh, maar kunnen we dat niet daar toepassen of daar toepassen? Dus het wordt al best wel vaak soort van... als je 1 keer iets doet en laat zien... hé, dit kan, dan zijn er genoeg partijen die al zeggen... hé, kunnen wij daar ook niet iets mee? Ja, maar vindt jouw collega... die wilde gewoon nu eens een keer een goed shot maken... van een vulkaan die uitbarst. Ja. Jij hebt dit gedaan, weet je, want je houdt van de Formule 1. Zijn er dan nog ook dingen... die ik zo'n shot is nog nooit echt goed gemaakt. Dat moet eigenlijk gemaakt worden, maar het is voor mij nog niet mogelijk... want ik heb die drone niet of iets anders. Ja, precies. Nou, wat ik nu met deze drone bijvoorbeeld weer het idee heb, is dat je kunt inderdaad als je wat rustiger vliegt, heel lang vliegen als je met deze drone, omdat je zo efficiënt is. En er zijn wel vaker in de natuur, natuurbeelden gemaakt met drones. Ja. En dan gewoon rustig over een berg. En dan een lange one take, zeg maar. Maar ja, dat haalt na 2 minuten houdt het wel op, want dan is je batterij op en dan moet je weer terug. Met deze wil ik eigenlijk een keer 15 kilometer afstand proberen te pakken over 3 bergen. En dan kijken of dat hiermee, omdat hij zo efficiënt is, toch die afstand kunnen halen. En heel dicht bij de grond. En een mooie opname van maken. En dan inderdaad, dan krijg je zo'n soort van zo'n vulkaanshot. Maar dan andere mooie natuur. En dan een heel lange one take over 3 bergen heen aan de achterkant. En dan weer terug. En dat kan nu door deze drone met efficiëntie. Maar ook door dat relay systeem. Maar waarom 3 bergen? Gewoon de of gewoon zo ver mogelijk. Zo mooi mogelijk natuur in 1 take proberen vast te leggen. Dat zijn soort van die kleine dingetjes wat Vince heeft met ik wil die vulkaan vastleggen. Dat lijkt mij ook vet om een keer te doen. Ja, lang dus. Ja, hele lange one-take door over een berg heen cruisen. Ja, hoe zou, ik heb zelf zitten nadenken, omdat ik ook een podcast maak over ruimtevaart. Ah. Je zou een missie naar de maan kunnen ondernemen. Je zet een lander daar neer. Ja. En wat ze op Mars hebben ze een helikopter laten vliegen. Hè? Ja. Zou je ook een drone kunnen noemen. Alleen de tijd voor een signaal naar Mars is 20 minuten of zo. Afhankelijk van waar Mars en de aarde ten opzichte van elkaar staan. Dus dat is lastig. Maar de maan is een iets ander verhaal. Want met de maan heb je een delay van ongeveer een seconde. Door de afstand die er is 2 seconden voorheen en terug. Ja. Als je geen al te hoge eisen stelt, dan moet je dat live kunnen besturen. Ja, alleen je hebt op de maan geen lucht. Nee. Dan houdt dus dat wordt wel moeilijk met een drone. Ja. Dus je moet een iets andere techniek. Maar denk je dat het uitvoerbaar is om vanaf de aarde live een drone op de maan te besturen als je een slimme techniek zou hebben om het ding in de lucht te houden? Ja, vast wel. Je hebt nu ook drones die bijvoorbeeld in plaats van 4 motoren met propellers hebben ze 4 soort van jet engines. Raketachtige constructies waar je op dezelfde manier door die 4 raketjes dan soort van te besturen. Ja, op de maan zou het met een stroompje gas zou het eigenlijk al moeten kunnen. Ja, als je maar iets van materiaal uitstuwt één kant op, om de andere kant op weg te duwen. Beetje blazen. Zou kunnen. 2 seconden klinkt nog steeds veel voor mij, want wij zitten er nog te besturen met soort van 20, maar je hoeft geen 350 km per uur. Precies, dus dat geldt. Als je maar kunt rondvliegen. Ik denk dat dat zou kunnen, maar oké. Maar waarom zou je dat willen? Of is dit veel te praktisch wat ik nu... dat is veel praktisch, omdat het kan. Ja. Omdat het ontzettend cool is. En omdat je dan, als het dan eenmaal functioneert... Nou weet je, dan kun je dat volgens mij ook heel makkelijk commercieel exploiteren. Dan verkoop je per minuut... Jij kunt deze drone rondvliegen op de maan. Of iets dergelijks. Dat is dan ultimate experience. Maar even heel wild bezig. Ja. Ja. Hey, nog even helemaal terug. Naar die controle software las ik. Dan heb je de Betaflight en de Emuflight. Ja, dat vind ik leuk. Dat soort details. Wat is dat? Ja, dat zijn flight controller software. En dan heb ik van wie maakt dat? Wordt er iets open source? Wordt dat doorontwikkeld? Zit er licentie? Nou, enzovoort. Er is heel veel open source. Die zijn eigenlijk het beste bezig. Dus had vroeger Clean Flight heette dat. Ja. Daar was iemand die dat ooit begonnen is. En soort van, ik ga proberen open source software te schrijven voor race drone specifiek. Toen heeft iemand anders dat overgenomen. Boris B was dat, uit Eindhoven. Die is dat gestart, soort van ik ga dat pakken en het beter maken. Dat heet de Betaflight. En dat is eigenlijk al 10 jaar lang soort van de standaard voor. Dat is de beste software. Betaflight, En is er een grote community die aan meewerkt? Ja, heel groot. Dus dat is in 10 jaar, volgens mij zijn er 250 contributors op GitHub voor die software. En dat wordt door mensen op de hele wereld gebruikt. Dus dat is heel veel beta-testing. Ook daar zit het. Eigenlijk zit het ook hierin, ja. Het is toch de snelste, meest up-to-date control software voor deze specifieke drones. En er zijn allerlei andere alternatieven. In dat Emuflight heb je. Maar waarom is Emuflight dan minder Emuflight goed? Heb ik niet helemaal up-to-date van. Maar noem eens een andere zitten daar. Dan is die sneller, is die efficiënter. Dus de batterij... Ja, je hebt bijvoorbeeld een andere... dat doet hij niet toe, want de naam. Maar er zijn andere bijvoorbeeld versies die dan weer specifiek gemaakt zijn voor meer GPS-functies. Die soort van position hold kunnen doen. En beter zijn in een soort van positionering. Maar die dan... net weer niet goed tunebaar zijn, inderdaad, precies op de specifieke manier waarop wij het willen voor deze drones. Dus dat, er zijn heel veel alternatieven, maar voor specifieke toepassingen is de ene beter en de andere weer beter. Ja. Betaflight blijft wel echt de beste voor dit. Ja, en die industrie dus heel erg zelf maken, weet je, open source software, dus niet echt gewoon, dat heb je eigenlijk alleen maar DJI, wat dan dat vercommercialiseert. Ja, de DJI heeft nu ook de videogoggles voor race drones al een paar jaar. Voor de FPV drones. En die zijn ook wel echt heel goed. Je hebt veel beter, hoge kwaliteit beeld. Ook voor livestreams. Je hebt wat meer bereik in gebouwen bijvoorbeeld door muren heen. Maar het blijft closed source. Dus als zij zeggen, wij stoppen met dit product. En we gaan aan 3 kwart jaar later hebben ze weer een volgende versie. En elkaar als weer weggooien. En je kunt inderdaad niet mee knutselen zoals je zelf wil. Met zo'n relay drone zoals wij het hebben. Je kunt het niet aan elkaar knopen en zomaar gebruiken, zeg maar. Dus dan is al die open source dingen en analoge video. Daar kom je voor. Omdat het zo snel groeit nog. En zoveel custom dingetjes wil maken. Dan ben je daar toch vaak beter mee weg. Ja. Je zegt dat het zo snel groeit. Wat groeit dan snel in die industrie van jou? Eigenlijk elk jaar heb je weer dat er weer... betere motoren die efficiënt zijn. Betere flight controllers. Je hebt nu race drones die soort van camera's van 6 kilo kunnen tellen voor films en zo. Dat soort dingen. Die alsnog 140 km per uur gaan. En die, nou ja, die techniek en die motoren worden weer specifiek vanuit de race drone wereld weer aangepast voor die grotere drones bijvoorbeeld. Ja, dus het verandert elk jaar, omdat het nog maar 10 jaar bestaat, verandert er gewoon nog heel veel. Fantastische industrie. Ja. Herbert, we zitten op een uur. Wat heb jij nog, wat moet je echt weten? Ik wil weten of drones nog stiller kunnen. Want dat gesnap... Ja. Dat is helemaal gek van. Ja, ja, daar ben je helemaal gek van. Wij lopen er ook tegenaan dat als we bijvoorbeeld voor een tv-show of iets live op beeld willen filmen. En we krijgen de opdracht, wil je zo dicht mogelijk om die kandidaten heen. Maar die zeggen ook iets in hun zender op dat moment. Ja, dan zit je er doorheen te buzzen. Ja. En dan moeten wij weer wegwezen, want anders dan is de audio allemaal verpest. Het kan wel. Het is alleen een verhouding tussen... Dan moet je ze minder krachtig maken en minder agile eigenlijk. Ja, dat geeft je eigenlijk op om weer wat stillere setup. Met andere propellers, een kleinere motor, grotere propeller, meer bladoppervlak. Zulke soort trucjes kan je wel doen om iets stiller te maken. Maar ja, het blijft een rotor die door de lucht scoopt. En stil, dat kan eigenlijk niet. Nog niet echt, nee. Nee. Jammer, dat wil ik weten. Het komt vast misschien volgend jaar dat ik weer een ander antwoord heb, omdat het zo snel gaat. Als je dat hebt, dan moet je ons even inscènen, want dan nodigen we je weer uit. Heel goed. Ja. Bedankt, Ralph Hogenbirk. Fijn. Gedaan. Je hebt bewezen dat je echt een drone god bent. Ja, dankjewel. Ja, we hebben genoten. Dank je. Aan bidden. Ja, precies. Aan bidden. Herbert, bedankt. Jij ook. Bedankt, Ben. En de luisteraar bedankt. Tot de volgende Technoloog. Hoi, hoi.